Yo, ik ben Giel. Thomas. Steven. En vandaag gaan we weer een oude video beter maken. Bam, hey, dus dit keer heb ik nu bepaald dat we een oude video beter gaan maken. Ja. En dat gaat over deze video. Ik voel hem al hangen trouwens. Ja, hangen. Waarom staan we hier voor een glijbaan? Okay. Nou, daarom. Oké, maar wat is je idee? Want dit is een beetje lullig. Ja, dit is een beetje lullig. Weet je, glijden kunnen we allemaal. Ja. Maar ik denk dat het veel toffer is als we een glijbaan ergens vandaan toveren. Ja. Die we op behoorlijk grote hoogte en dan er vanaf glijden. Denk ik best vet, toch? Oké. Wil je nog testen of niet? Of we kunnen wel testen? Ja. Hell no. Yo, dit gaat nergens over. Kom, we gaan naar de loods. We gaan een betere glijbaan bouwen. Kom op. Sorry. Fucking auto zit voor. Jongens, hebben we serieus een probleempje? Ja, dit is echt heel kut. Onze hele auto zit onder. Oh shit. Komt allemaal goed. Werkt allemaal goed. Oké. Ik denk niet dat hij het nog gaat doen. Ik denk het niet, shit. Oké, we moeten dus wel naar Amsterdam, want daar hebben we onze glijbaan staan. Hoe we naar Amsterdam komen, dat weet ik niet. Wellicht krijgen we maar een paar praat. En dan zie je zo meteen het volgende rijshotje wel komen. Oké dan. Goed, ja. We hebben dus een glijbaan nodig, een kleine glijbaan en een hoogwerk. Nou, die glijbaan die heb ik geregeld. Oh ja, die werkt. Ik vind persoonlijk glijden niet echt heel erg leuk. Mm-hmm. Hoe kunnen we dit wel toffer maken, man? Nou, als we dus een hoogwerker fixen, ja, dan deze glijbaan aan een hoogwerker vastmaken, zodat we eigenlijk een hele hoge glijbaan hebben. En die kunnen we ook nog eens overal heen rijden, weet je wel? Want het staat op de auto. Oké, jij gaat dan die hoogwerker regelen. Ja. Ik ga nog een paar rondjes glijden. Hoe de fuck kom ik aan de hoogwerker? Ja. What the fuck, ouwe? Ja, het bleek dat mijn verdwaalde oom nog ergens een verdwaalde hoogwerker had staan. Deze glijbaan, ja, gaan we dus vastmaken aan deze hoogwerker. Hoe de fuck wil je hem hier aanzetten, ouwe? Dit is weer zoiets doms, jongen. Oh shit! Oh shit! Je gaat voorlopig niet naar beneden komen. Doe je niet. Ik vind het wel heel leuk. Nee, laat me gewoon in mijn hangen daar. Giel, wij gaan even lunchen. Tot zo. Gaat het toch? We zitten hier al een kwartier. Erik, dit is wel een van de leukere momentjes uit mijn carrière hoor. Giel die vastzit in een hoogwerker. Hij vindt het ook echt kut. Ik vind het niet heel leuk meer! Dat is bijna weg! Nee! Vieze vuilen! Vieze vuilen! Ik wil fucking... Oké,
mee, omdat die jongens het zo grappig vonden om mij naar boven te brengen. Hebben we tijd verloren, dus hebben we Hans gevraagd die de glijbaan aan de hoogwerker wil vastbinden. Dus dat gaan we nou doen. Wacht even hoor. Ja. Oké, okay, ik vind het een mooie glijbaan. Laten we gaan uitproberen bij een zwembad. Oké, om onze glijbaan te testen hebben we een zwembad nodig en we staan in de Villawijk. Ja, want mensen hebben hier heel veel privé zwembaden en het leek ons leuk om dan met hoogwerken en glijbaan en al gewoon over iemands heg heen te gaan of schutting en dan in een zwembad te gaan. Dat is huisvredebreuk. Ja, dat is super spannend. Ik ga het niet doen, dus Giel, hier is je zwembroek. Top. Goed idee, jongens. Ga je maar omkleden, jongen. Yes. Nou, ik voel hem nu wel, hè. Dit hier is het huis. We tillen zo meteen dit karretje over de heg heen en ik jump als het goed is in het zwembad. Oké, jongens, dit heb ik altijd al stiekem willen doen. Zoiets mag gewoon niet. Zoiets mag gewoon echt niet. Die mensen worden gek, joh. Ah ja, die kan. Oh, shit, jongens. Goedemiddag. Ik vroeg me af. Ik wilde een bezichtiging houden. En ik denk op deze manier kan ik wel even een kijkje nemen. Zou ze even klaar. Kan het zelf toevallig weg of niet? Ja, deze mensen vinden het. Hij moet niet vragen. Oké, deze fantastische familie die was heel nieuwsgierig naar buiten aan het kijken. Totdat er een guy in zijn blote buik boven hun tuin hangt. Ik weet niet hoe je dat noemt. Het is heel apart. Hangt boven hun tuin. En ik ga nu een duik nemen in een zwembad. 3, 2, 1. Dat was echt fucking tof. Yes. En die mensen vonden het ook gewoon tof. Sowieso. Maar ik denk alleen dat we nog wel een overtreffende trap hiermee kunnen maken. Ja. Rotterdam, Brug, Thomas. Ja, sowieso. Ja. Sowieso, Thomas. We gaan naar Rotterdam, jij bent de Sjaak, jongen. Ik voel hem. We dachten, laten we even een hoge brug pakken. Deze brug is denk ik al 6, 7 meter. We gaan nog hoger. Shit, we moeten echt omschieten. Oh, ik hoop alles zo goed gaat, hè. Zo zenuwachtig, hè. Oh, waarom doe ik dit? Waarom moet ik dit doen? Oké, let's go, kom op! Oh, mijn god. Ik durf niet, maar ik doe het gewoon. Video nou fucking episch. Geef dan zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Inderdaad. En weet jij nog iets wat we kunnen buskifyen, oftewel beter kunnen maken in een oude video? Laat het weten in de reacties. Abonneer op ons kanaal, volg deze video toe aan je favoriet hebt. Volg ons op social media, Facebook, Twitter en Instagram. En kan ook deze link klikken, dan ga je naar de Facebookpagina van Bris. Oh. Yes, en hier en daar kun je nog meer video's van ons zien. En 4 juli is ons Stuk TV evenement. Ben er vooral bij. Wordt fucking episch. En we checken jullie woensdag weer. Peace out.